lach keigraag, maar soms kan je er de mensen mee kwetsen. Ik ga eens vragen aan Marlies wat kan en wat niet. Hey Marlies, mag je eigenlijk met alles lachen? Oh, ja, maar er is wel een verschil tussen humor voor een grote groep en humor tussen twee mensen. En bijvoorbeeld, als ik nu mopjes zou maken met jou, ik weet wat dat je kan kwetsen, dus ik kan daarop letten dat ik jou geen pijn doe. Maar als je als comedian bijvoorbeeld moppen maakt voor een groot publiek, ja, je weet niet wat de mensen leuk vinden allemaal en wat daarin kwetst. Als je met een rolstoel zit, moet je niet wandelen. Waarom moet je dan dichter als ons? Dat is typisch voor mensen met een beperking. Lui. Het is wel zo, wetenschappers hebben onderzocht dat als je moppen maakt of daarmee lacht, dat je daarom niet per se akkoord bent met wat er in die mop verteld wordt. Zeg, Fien, heb je eigenlijk jouw pasfoto bij? Want ik spaar namelijk natuurrampen. Mag je eigenlijk met meer lachen als het carnaval is? Ja, eigenlijk wel, want carnaval is daar juist door ontstaan. Zodat de mensen nog eens goed konden lachen en goed konden feesten voordat de vaste begon. Nu, het is wel zo dat het meer wordt aanvaard als je met grote groepen mensen legt of met politiekers, dan als je bijvoorbeeld met één iemand uit het publiek zou lachen. Waarom is het zo moeilijk om te bepalen waarmee je mag lachen? Eigenlijk zijn daar geen echte regels over, want humor is heel persoonlijk. Iedereen vindt andere dingen leuk en wordt door andere dingen gekwetst. En dat is eigenlijk een discussie dat al heel lang meegaat. Zouden we dan eigenlijk moeten stoppen met carnaval? Nee, zeker niet. Ik vier zelf ook heel graag carnaval. Want carnaval is eigenlijk juist leuk om onze zorgen een beetje te vergeten en te lachen met alles. En dat is zeker nodig. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Abonneer je op ons kanaal en check deze video's.